Maar ik ben echt blij dat je terug bent. Maar ja, nu moet je nog even naar... Dit is hallo, hoi, Lowieke. Dit is hoi, hoi, Lowieke. Dit is wauw, hi, Lowieke. Lowieke is vandaag aan de beurt. Porte casone con un stemma arreta, una coppolella che vi si era alzata, passa scambio. Hey Louis, wat leuk dat je er bent. Nou, ik ben hier, want ik kwam je op Facebook tegen en ik was eigenlijk al meteen een beetje verliefd op je. Maar het mag niet, want het mag niet van Dennis. Oh, maar ja, Louis. Je weet. Oh, jongen toch, ik ben veel te oud voor je en ik heb... Ja, ik heb twee kindjes. Maar ik vind je wel... Ik vind je wel een superleuke jongen, maar ik zou het wel heel erg fijn vinden om een vriendschap met je te hebben. Ja, dat zou ik dan ook fijn vinden, maar ik moest het zeggen van Dennis. Maar dan ben ik wel blij omdat je zo reageert, want daar was ik wel een beetje bang voor. Je was een beetje zenuwachtig, hè? Ja. Maar ik zag het aan je. Maar het is geen niet erg, want je blijft gewoon een goede vriend van mij. Kom hier. Oké. Okay. Kom hier. Hey YouTubers, en leuk dat jullie kijken naar de laatste aflevering van Waar is Louis? Ja, en Louis is verliefd op Sascha. Ja. Ja, Sas is een hele leuke en een gezellige collega en vriendin van Forever. En ik belde haar op om te vragen van, goh, dit is mijn plan, wat vind je ervan? En dit was haar antwoord. Ja, ik vond het super leuk om te doen, Dennis. En zeker omdat ik helemaal totaal niet wist waar het filmpje eigenlijk over ging. En zeker in aflevering 3, waar ik ook zeg maar een rolletje kreeg, hebben we zo ontzettend veel lol gehad met z'n allen. En voor mij werd het pas duidelijk wat eigenlijk de achterliggende gedachte was van dit filmpje. En super, ik ben echt super. Ik vind het super gedaan, Dennis. Ja, en ik wil jou bedanken dat je mee wilde doen. Ja, want zonder... haar kon ik dit niet maken. En vandaar dat het ook af en toe wat langer duurde. Want ja, ze had ook gewoon tijd nodig. En ik wil jou gewoon bedanken hiervoor. Dankjewel. Ja, dankjewel. Oh. Heb je nou niet alle afleveringen kunnen bekijken? Moet je hier even klikken voor 1. Hier voor 2. Hier voor 3. Hier voor 4. Daar voor 5. Hier voor 6. En voor deze laatste filmpje, als je hem wilt terugbekijken, gewoon even op het repeat-knopje. Wat je ook moet doen is gewoon even abonneren hierboven. En als je het nou leuk vindt om ook een keer mee te doen, of heb je nou hele leuke ideeën, moet je die even sturen naar crazy-music@hotmail.com. Crazy met C-R-E-A-Z, Griekse ei. En misschien komt jouw idee dan in mijn filmpje. Ook Elze is ook weer bezig geweest met filmen en haar filmpje kan je hier weer bekijken over het licht op je fiets. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Vergeet mij ook niet even te delen via Facebook, Instagram, Twitter, mond tot mond, dat mag natuurlijk ook. En dan heb ik nog aan jullie 1 ding te melden en dat is... Ik hou van jullie en zip!